Zo zorg je ervoor dat niemand jouw profielfoto van WhatsApp steelt en daarmee fraudeert. Fraude op WhatsApp, het gebeurt steeds vaker. En soms zijn de fraudeurs zo stiekem dat ze zelfs een profielfoto van bijvoorbeeld je zoon, dochter of van jezelf stelen. En daarmee kunnen ze soms in sommige gevallen toch nog wel wat geld weten los te peuteren. Maar gelukkig kun je ervoor zorgen dat niemand jouw profielfoto steelt. En ik ga je laten zien hoe je dat doet. Je gaat naar WhatsApp toe. Dan tik je op instellingen rechtsonder. Dan tik je op je account. En dan heb je daar het kopje privacy. Daar heb je vervolgens staan laatst gezien profiel info. Als daar staat iedereen, dan betekent dat dus dat mensen jouw nummer kunnen invoeren op hun telefoon. En op die manier hebben zij toegang tot jouw profielfoto. En dat wil je dus liever niet. Dus we gaan dat veranderen naar mijn contacten of naar niemand. En als je dat hebt gedaan, dan heb je je profielfoto van WhatsApp in ieder geval beveiligd voor criminelen.